Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi is eventjes nog aan het spelen en zeuren. Ik heb ondertussen al een gedeelte van zijn fruithapje gemaakt. Logopedie komt dadelijk. Ja, die gaat heel eventjes met mij. En Jordi gaat ze eventjes mee het fruithapje geven. Want dat is iets meer geprakt als normaal. Kijk wat hij daarmee doet. Vanavond hebben we verjaardag van de peetoom van Jordi. Niels gaat daar waarschijnlijk alleen heen, want Jordi met zijn slaperij en alles, is gewoon niet verstandig. En sowieso een oppas dat laten opvangen is niet te doen met Jordi. Dus dat gaan we niet doen. Ik ga heel even Jordi zijn fruithapje afmaken en Jordi heel even een ander pyjama ding aan. We hebben heel hard gewerkt met de logopedie. Jordi heeft zijn fruitje op. Ja, op. Ik had iets meer gemaakt, want ik wist niet hoe ik met geprakte aardbeidje uit ging komen. En hij heeft het heel goed gedaan. We hebben het over van alles gehad. Van dingen vastpakken waar we allemaal aan gaan werken voor de komende tijd. Omdat Jordi bijvoorbeeld een flesje gaat hij niet zelf vastpakken. Heel af en toe houdt hij zijn hand er tegenaan, dat was het. Meer doet hij er eigenlijk niet mee. Hoe we dat allemaal aan gaan pakken. Hier is iemand wakker. Ik ga nog even kroelen met deze slaapiehoofd. Luister jongen. Jij wou in het begin geen borstvoeding, dus nu ook niet. Ja, dat zeg ik, ja. En vooral niet nou je tanden krijgt. Er zit ook niks meer. Ik denk dat dat nou melkpoeier is geworden dat eruit komt zo. Pff. Ik geef kroelen en soepie geven. Die is er weer thuis. Papa. Hij heeft Jordi eten gegeven. Hij wil niet meer eten. Dus dan gaan we zo naar de winkel. Hallo. Dat vind je leuk, hè? Zie ik hem lachen. Dit is papa. De gekke papa. Kusje. Hij wou een kusje geven, hè? Kusje? Nee. Wij gaan even naar de winkel. Nou dachten wij, want Niels is nou even naar verjaardag. Onze schone slaper, die zou maar gaan slapen. Maar onze schone slaper slaapt niet. En onze schone slaper is heel erg blij. Ja, je hebt je broek vol. Ja, je hebt je broek vol. Ik ga hem gewoon even mee uit bed nemen. Ik ga zijn broek even verschonen. En ik denk dat ik heel eventjes hier in de straat bij
mijn buurtgenoot te gaan zitten, want ja, hij gaat gewoon echt niet slapen. Niels is na een verjaardag. Daar is vrij veel herrie en alles, dus het was sowieso niet slim om hem mee te nemen. Maar hij is heel vrolijk. Dus ja, we gaan gewoon even naar buiten toe. Deze kleine dreumes, die heeft nog een flesje gehad. We hebben nog heel even bij buren gezeten, want hij sliep gewoon echt niet. En jij bent naar de verjaardag van Boy geweest. Mm-hmm. Was leuk? Ja. Nou, dat is mooi. En Jordi die gaat zo naar bed. En dan gaan wij ook een keer naar bed. Want volgens mij slaap jij ook bijna. Mm-hmm. En dan zien we jullie morgen weer. Wel rusten. Slaap lekker. Een hele goede morgen. Jordi ligt lekker te spelen. Heeft zijn ontbijtje al gehad. Wilde niet eten. Heeft hem maar voor de helft op. Nou, prima. Ik ga mijn eigen daar nog niet eens meer druk om maken. Het is goed. En zit lekker in zijn eigen wereldje. Vandaag wordt een hele warme dag. En we gaan vandaag iets heel leuks doen. Vrienden van ons komen langs. Sander, Sabine en Jamie. En die hebben eigenlijk al even niet meer gezien. Want het is allemaal druk. Wel telefonisch gesproken, geappt en alles, maar gewoon niet gezien. En we zouden eigenlijk al heel lang met elkaar afspreken. En iedere keer kwam het er niet van. En druk aan onze kant, aan hun kant, werken enzovoort. Dus nou was het mooi weer. En we spraken elkaar op Facebook, onder ergens waar je getagd kon worden. En toen is daar uitgekomen dat we gingen barbecuen. Normaal is het zo dat, dat als het hier is, dan regel ik dingen. En Sander die vond het nodig om een heel barbecuepakket te doen. Heel lief allemaal. Ik kan er alleen niet zo goed. Ik kan daar niet mee omgaan. Want ben ik niet gewend. Eerlijk is eerlijk. Ben ik niet gewend. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is, meestal ben ik gewend om gewoon alles te regelen. Als iemand hier komt eten, dan regel ik dat. Als mensen hier komen, dan zorg ik dat, ja, dat ze gewoon een natje en een droogje hebben. En dat ben ik gewend. Eerlijk is eerlijk. Ik ben niet gewend dat een, natuurlijk doen vrienden dat wel als we bij hun zijn. Maar ik ben niet gewend dat er hier thuis, als we hier thuis iets doen, dat het geregeld is. En ik mocht ook niet tegenin gaan, dus dat heb ik ook maar niet gedaan. Dus toen zei ik van, nou dan regel ik drinken en ijsjes. Zeg, dan heb ik ook iets gedaan. Ja, hij is weer pogingen tot kruipen aan het ondernemen. Hij doet zijn best. Komt uiteindelijk wel. Goed gedaan, Jordi. Ja. Oh, ben je nou weer moe? Ben je nou weer moe? En ik weet ook niet wat ik straks ervan ga filmen, want ik weet dat Sabine niet echt op camera enzovoorts wil. Dus we gaan het zien. Misschien dat ik alleen Jordi in het bad film, of ik weet het niet. Ik denk dat ik hier iemand moet schoonschouwen. Was lekker het fruittapje. Heb je weer een Picasso gemaakt? Was leuk. Vond je Picasso's? Vond je het niet leuk? Vond je het leuk? Ik ga maar eens even schoonschrobben. Lukt het? Nou, ik zie het. Reactie van Jordi als ik schoonmaak.
gaat helemaal stuk. Echt een kind van papa, hè? Ja. Zo is het. Ja. Ja. Kom eens hier, mijn smoelwerk. Maak het ook even schop. Ja, dat vind je minder leuk, hè? Aboe. Hey. Mama doet nog steeds je schoonmaken. Hey, mama helpen. Is hij schoon? Is hij nou schoon? Nog een keertje dan? Badpakje aan. Voor als ik zin heb om erin te gaan. Maar het zit ook gewoon met dit weer lekker, vind ik. En er is iemand wakker. Ja. Hij knappe vent. Was jij alweer wakker? Ja, vind ik ook. Oh ja. Ja. Hij heeft iets minder geslapen als dat hij normaal slaapt. Dus ja. Ja, je hebt niet zo lang slapen, hè, jongen. Was je een beetje uitslapen? Ik ga dit troetelbeertje even uit zijn bedje halen. En dan straks soepie geven. Ik denk dat er hier iemand kruipen aan het uitvinden is. Hij is hier begonnen. En hij is nou daar. Hij gaat iedere keer een stukje met zijn beentjes naar voren. Armpjes naar voren, beentjes naar voren, armpjes naar voren. Alsof het een slang of zo is. Hoe noem je dat? Zo'n rups. Niet processierups, maar een rups. Dat. Doe normaal! Niels! Ja, ik film het. Heb je die waterstoel gelaten? Ja! Jee, gezellig! En die heb je leuk! Niels, kappen nou! Niemand in de kinderkijk. Niels! Sabine mag niet filmen, dus die komt er niet op. Maar het is een gezellige boel hier in de tuin. Straks barbecuen. En dan gezellig verder waterspelletjes hier doen. Jordi heeft het ook naar zijn zin. Dus dat komt helemaal goed. Dat is mama. Hij kijkt niet naar mama. Hij kijkt naar... Hoi! Vind je lekker te zwemmen? Jamie, mijn spattentoel heb ik. Maar zijn bril helemaal nat. Ja, dat mag je niet uit. Moet je dat tegen kunnen. Maar hij vindt het wel leuk. Hij vindt het leuk.
Ja, jij nog een keer spelen. Ja, maar daar heb ik nooit gezien. Hij is ook groot met die. Ik ben gewoon met. Ja, dat is leuk, hè? Dat is ja, met hij zegt, kijk. De rust is wedergekeerd. Jordi ligt op bed, maar hij slaapt nog niet. Het zwembad is weer gestofzuigd. Ja, je hebt het zwembad weer schoongemaakt. Enzovoort. En we hebben lekker gebarbecued, gezwommen. En wij zijn zelf nu ook moe. Heeft niks met gewoon vanmiddag te maken, het heeft gewoon met van alles te maken. Wat jullie trouwens op de achtergrond horen is... Klaaskrap. Klaaskrap. Daar is vandaag goed gebruik van gemaakt. Buurmeisje is ook nog heel even komen zwemmen. Vond ze helemaal geweldig. Ik heb bijvoorbeeld de barbecue en zo heb ik allemaal niet gefilmd, want ja, dat is niet interessant. Dus ja. Gezellig was het, hè? Ja. Bij deze gaan we voor vandaag ook afsluiten en gaan we denk ik op tijd naar bed, toch? Ja, ik ben moe. Ja, het is nog wel steeds warm en broeierig, maar we hopen dat dat toch wel een beetje gaat verminderen. Dadelijk als de zon onder is, doen we lekker alle ramen open. Ja, en hopen we dat Jordi dadelijk ook een keer nokkie is. En dan gaan we ook weer een keer naar bed. Dus nou gaan we nog even heel even relaxen. En dan zeggen wij alvast wel trusten. Ja, wel trusten. Er is één ding wat we nog willen zeggen. Proost. Proost. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben alweer een ochtendje op zitten. Jordi is lekker nu aan het spelen. Wij zijn een beetje aan het opruimen. Voordat de zon begint te bakken. Ja, ik moet hoger doen, want anders dan sta je er niet goed op. Je bent veel te groot. Maar ja, we hebben al was gedaan. We hebben al opgeruimd. Dadelijk nog even stofzuigen. En dan zijn we eigenlijk weer een heel eind klaar, toch? Mm-hmm. Even daar een fruithapje voor Jordi maken. En dan een dagje lekker met z'n drieën chillen. Oh, kijk hem gaan, kijk hem gaan. Hij gaat echt binnenkort kruipen. Ik heb echt het gevoel dat het elk moment gaat gebeuren. Hij doet zoveel moeite ervoor. Komt allemaal goed. Oh, wat doet papa nou? Wat doet papa eten? Jordi was zo moe dat hij nou maar de fles al krijgt. Fruithapje krijgt hij straks wel. Als hij weer wakker is. Ja, we zijn net naar de winkel geweest. Ja. Ja, wel. Daar zijn we wel. Die bril is goed. En nou is mama jouw soepje aan het warm maken. En dan hopen we dat hij nog heel even gaat slapen. Hij is een beetje moe. Zoals jullie zien. En papa is ook moe. Mm-hmm. Hé jongen? Ja. Familie Gaap. Ja, ik denk zo vader zo zoon. Maar wij gaan even Jordi soepie geven. En dan... ja. Gaan mama de was nog even ophangen. En heel eventjes... komkommersalade maken. En dan doen we straks weer barbecuen. We zinnen, hè papa? Lekker, lekker. Lekker, lekker. Er was nog vlees over van gisteren. Moet natuurlijk wel op, hè? Ja, vandaag lekker met drietjes, hè? Ja.
We hebben even lekker quality time gehad met z'n drietjes. Ja. Daar hebben we ook niet gefilmd, gewoon lekker gewoon eigen dingetjes doen. En we hebben jij en Jordi hebben gezwommen. En mama gaat zo nog zwemmen. Veel te kou. Oh. Jordi heeft net zijn flesje gehad en die gaat zo lekker naar bed. Hij heeft tussendoor ook nog geslapen. En dan gaan wij hier nog wat opruimen en lekker bankzakenbeleggingen en denk niet veel doen. Mm-hmm. We hebben vandaag even lekker een rustig dagje. Mag ook wel een keer, toch? Ja. Dat is van allemaal drukte. Wij liggen lekker in bed. We gaan lekker slapen. Jordi is ook eigenlijk best op tijd gaan slapen. Dus we hebben nog wat dingetjes opgeruimd en enzovoort. En dan gaan we nu lekker slapen. Wel trusten. Oh, trouwens, we beëindigen ook deze ups en down. Oh ja. Tot de volgende ups en down. Tot de volgende. Doei, wel trusten.